REPRO staat voor From Reactive to Proactive Planning of Ambulance Services. Van reactieve naar proactieve planning van ambulancediensten. Het doel van REPRO is het nog beter maken van de kwaliteit van de ambulancezorg in Nederland. En daartoe ontwikkelen wij binnen REPRO technieken om de efficiëntie van de ambulance dienstverlening te verbeteren. Meldkamer Ambulance, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Angelique. Ik wil graag een melding doen van een ongeluk. Wij zien uit gegevens die wij gekregen hebben van meerdere ambulanceaanbieders dat er heel veel structuur zit in het aantal telefoontjes. Het blijkt dat je tot een behoorlijk detailniveau het aantal telefoontjes, zeg per uur of per half uur, en hun locaties heel nauwkeurig kunt voorspellen. En dat is heel interessant, omdat je dan namelijk je planning daarop kunt aanpassen. Als jij weet met een bepaalde nauwkeurigheid hoeveel telefoontjes je kunt verwachten de komende dag, het komende uur, en ook waar ze zo'n beetje vandaan zullen komen, dan kun je daar in je planning rekening mee houden. En dan kun je zeggen, nou, op bepaalde uren van de dag hebben wij meer ambulances nodig, of wij verwachten in bepaalde wijken, bepaalde regio's, meer telefoontjes dan op andere momenten. Je kunt zien of het meisje aanspreekbaar is. Ja, ze is bij kennis. Er is de afgelopen jaren heel veel data verzameld over alle ambulancebewegingen binnen Nederland. In REPRO gaan we op een nieuwe manier naar deze data kijken en het analyseren, zodat we voortaan efficiënter gebruik kunnen maken van onze ambulances. Als je de efficiëntie van de ambulancezorg wilt verbeteren, dan heb je te maken met allerlei onzekere factoren. En in die context is het zaak om de juiste planning te realiseren. En daarvoor heb je methoden nodig die rekening houden met die onzekere factoren en die in die context de juiste beslissingen nemen voor wat betreft planning. Binnen REPRO kijken we op verschillende manieren naar de ambulancewereld. Voorbeelden daarvan zijn het voorspellen van 112 telefoontjes, maar ook het DAM, dynamisch ambulancemanagement, waar ik zelf aan werk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een gebied waarbij in het zuiden een ongeval plaatsvindt. Hier wordt dan de dichtstbijzijnde ambulance naartoe gestuurd, waardoor er tijdelijk een onderbezetting in het zuiden is. Het kan dan een goed idee zijn om ambulances uit het noorden af te laten zakken, zodat de totale bereikbaarheid beter is. Wat is gebeurd? Ze is aangereden. Doet u mijn collega wat ruimte geven, alsjeblieft. We maken verschillende wiskundige modellen om een beeld te vormen van waar en wanneer ambulances nodig zijn in Nederland. We rekenen onze modellen door en we doen simulaties, waardoor we een beeld proberen te vormen van de situatie van ambulances in Nederland. De wetenschappelijke partners bij REPRO zijn het Centrum Wiskunde Informatica als projectleider. Daarnaast de Technische Universiteit Delft, die veel expertise inbrengt op het gebied van discrete optimalisering. En de Vrije Universiteit Amsterdam, die veel expertise inbrengt op het gebied van stochastische optimalisering. Dus optimalisering in de context van allerlei onzekere factoren. Is dit zo comfortabel? Kan je het zo even vast? Ja? Degenen die het meest profijt hebben van de resultaten van dit project, dus die betere efficiëntie, dat is uiteindelijk de patiënt. Gaat het? Ja, gaat het. Het is alleen een schaafhondje. 1, 2, 3. Alle kennis en ervaring die wij opdoen in het kader van al deze projecten, die gebruiken we in REPRO om onze projectdoelen te verwezenlijken. Om inderdaad een betere efficiëntie van de planning van de ambulancezorg te realiseren.